Goedemorgen. Zeg jij dan nog? Goedemorgen allemaal. We zijn weer live. Mooie kleurtjes garen. Ook voor de quilters. En dit is elastisch garen. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Dat is ook weer nieuw. Althans nieuw, we hebben het al eventjes. Maar er zijn weer nieuwe kleurtjes bij. En natuurlijk onze mooie knopen. Dit is de bruine hoek. En ze hebben een blauwe hoek. En een witte hoek. En een zwarte hoek. Maar eigenlijk wilde ik u wat anders laten zien. Want Corina is weer druk bezig. Want... wat is Hallo, er binnen? Goedemorgen. We hebben de nieuwe zomercollectie van Vilder binnen. Ik heb even snel alle dozen opengerakt. Dus er is nog één grote verrassing wat erin zit. Ik zal jullie even, dat neem jullie mee. Dit is de Filmate Lot. Er zijn nieuwe kleurtjes bij uitgekomen. Een hele lekkere, dikkere draad. De Phil Green is ook een bestaande draad van Vilder. Ook een nieuwe kleur. Phil Pima. Ook een bestaande draad. Ja, er zijn heel veel bestaande draden. Die hebben ze nu uitgebreid met heel veel nieuwe kleuren. Ook de Baby Doll. En misschien valt jullie het ook op. Vilder heeft een nieuw logo. Lekker fris. Dus is de Baby Doll echt perfect voor baby projecten. Dit is een hele nieuwe. De Phil Berlingold. Heeft een beetje een spray effect. Zie je het een beetje? Of, ja, waar is die van gemaakt? Dit is een mix van, even kijken of ik kan vinden, katoen, viscose, polyester. Hij is voor nou de 3,5. Dan komen die vast in nog meer kleurtjes tegen. Er zijn nieuwe kleuren cotton 3 en cotton 4 ook uit. Want de cotton 2 die verdwijnt langzaam. Ja, die is er uitlopen. Dus wat er nog van is, is er nog van. Dit is ook een nieuwe kleur, geelvleug. Heel licht grijze. Kijk een beetje op. Donkerblauw in... ook cotton 4 nieuwe kleur. Ja. En hele gloednieuwe draad. Dit is de perlen. Zal ik even eentje openmaken? Die is eigenlijk een beetje ook de vervanger voor de veel cotton 2. Want deze van nou de 2,5. Kijk, een dun katoentje. Zit 200 meter ook op een bol. Kijk, echt een dunne haak katoen. En die is 100% katoen. En je hebt er 12 nodig voor een trui, maar 42 heeft hij aan. Maar die kan je natuurlijk voor allerlei doeleinden gebruiken. En hier is er een heel veel kleuren. Zie je ook een beetje zo'n zandkleur. En ook bijvoorbeeld een mooie groene kleur. Nou, dit is dus doos 1. Nou, om hier zitten, want... oh, die moet je nog openmaken. Oh, nee, hij is toch ook al open? Ik dacht dat ik het zo... Kijk, ik al voor me. Ja, ik dacht ik ga voor het uitpakken. Ja, kijk, een hele mooie lila kleur in de cotton 4 en 3 is nieuw. Een mentelkleur. Oh. Ja, dus wij hoeven ons niet te vervelen. Dit is ook een nieuwe draad bij ons in het assortiment van Vilder. Die heet Bayadera, als ik het goed zeg. Die is heel zacht en heeft ook een leuk verloopje. De Ocean, dat is ook wel een bestaande draad, maar uitgebreid met nieuwe kleuren. Een mooie lila kleur. Petit Land, dus een beetje een lintgaren, ook in een nieuwe kleur. En dat is één dikke uitpakparty. Dit is een hele nieuwe draad ook, dat is de Tutti Frutti. Kijk hoe leuk. Ook een beetje dat gemeleerde spray effect. En dit is een mix van polyamide met katoen. Dat is ook perfect voor mensen met een gevoelige huid of voor baby's natuurlijk. Die zie ik ook alweer veel kleurtjes. Dit is ook een nieuwe. Acajou, een nieuwe kleur katoen. Een beetje dat... Hoeveel nieuwe kleuren zijn er? Ja, best wel veel. Nee, ja, ik heb nog helemaal niet gekeken. Ik maak het nu echt vers met jullie open. Dit is ook een nieuwe kleur perlen. Dit is een nieuwe draad. Kijk, dit is ook zo mooi. Dat is natuurlijk hartstikke leuk als je zo'n topje of truitje maakt. Dat die zo leuk subtiel verloopt. Ik dacht, ik neem jullie gewoon live mee in de uitpakparty. Kijk, een beetje een peachkleur. En die zijn er dus, de nieuwe kleurtjes katoen zijn er in de cotton 4 en 3. Ik doe het even hopla weer terug, want doos 3. En een hele mooie paarskleur.
Dat zie je echt wel heel veel in de katoen. De Eco Cotton is ook al een bekende draad van Filder. En die is ook uitgebreid met nieuwe kleurtjes. Kijk, ook weer zo'n mooie peachkleur. En overal staat natuurlijk ook dat leuke nieuwe logo op van hun. Dit is Eucalyptus. Er zit Eucalyptus in, 100% biocel. Dat is ook een nieuwe kleur. Is dat nou een soort lintje of niet? Ja, het is een beetje een bandje. Ja, ik denk ik ga ze gewoon later allemaal een keer met jullie doornemen. Ik ga nu een beetje vlug weg door de uitpakparty heen. Dit is ook een nieuwe kleur Eucalyptus. Kijk, we hebben ook lichtblauw in de perlen. Die perlen voor nou de 2,5 heeft super veel kleuren. Dus dat is echt top. Nou, de bonbon en de... is ook een hele leuke blauwe kleur met lila. Je ziet echt veel lila. En dat ja, zachte blauw. Ja, en dat groen. Ja, en dat groen. Dat zijn wel jouw kleurtjes ook, hè? Ja, het is wel mijn kleur. Niet van dat vertellen. Zou ik deze even aan de kant zetten? Want dan kan jij ook een beetje staan. Want we hebben daar... oh, doos nummer 4. Kijk, weer een nieuwe kleur. Perlen oh. Zitten erin. Ook een hele mooie. Zo leuk. En het is ook wel een nieuw boek, hè? Van Filder. Een nieuw damesboek is al binnen. Ja. Kijk, dit is weer die een van de verloop. Zie je hoe leuk? Ja. Ik hoop dat jullie het allemaal een beetje kunnen zien. Kijk, en dit is weer ook een nieuwe kleur Tutti Frutti. Leuk. Oh, wat leuk, hè? Ja, echt. Kijk, de Ocean. Het zijn echt wel allemaal een beetje echt van die leuke pasteltintjes. Kijk, je ziet dan nu zo in die perlen, in de Ocean, in de Eco Cotton. Allemaal dat leuke groen. Nou, doos nummer 5. Is dat nou het vervelende hier dan is, hè? Dat we er een plekje voor moeten. Ja, kijk. Army groen. Ja. Oh, lukt het? Ja, we bouwen het gewoon lekker vol. Kijk, navy blauw in de perlen. Weer een beetje een goudachtige kleur. Ja. En leuke fuchsia. Nou, dat wordt echt leuk hoor. Het is eigenlijk nog winter, maar het is ook een hele mooie kleur. Ja, die is echt zo. Wij zitten al met vervolgens in de zomer. Eucalyptus kleur, nieuwe kleur katoen van Filder. Cabotine is ook een hele bekende jarenlange draad van katoen met acryl van Filder. Uitgebreid met nieuwe kleuren. Deze oranje, maar ook deze groen-gelige. De Veel Rainbow, dat is een leuke gemeleerde katoen, nieuwe kleur. Dit is weer de Tutti Frutti. Ook in het groen. Ik ga even vlugweg door. Dit is een veel... oh, dit is de Berlingo. Dit is een hele nieuwe. Die liet ik al als eerste in het blauw zien. Die is ook leuk in het spray. In deze. En ook hier weer in het paars met lila. Ja. Nature. Dat is ook al een bekende draad van Filder. Ook met nieuwe kleurtjes. Ja. Nog een nieuwe kleur, Tutti Frutti. Wat een leuke naam. Love Cotton, die is zo lekker zacht. Ja. Die is ook echt top en die is ook wat dikker. Hè? Die is een katoen voor over de 3,5. Oh, hij lijkt wat volumieuzer. Maar die is echt super zacht. Ik denk dat hij ook een beetje, minder gemasseriseerd is. Dat hij wat zachter is. Ja, minder strak gaat zijn. Het is veel green. Zit nu ook in een mooie donkerblauw. Dit is de Eco Cotton. Die is ook al heel veel kleurtjes. En de Weervaart Cabotine kleur. Ook een lekkere frisse blauw. Baby Doll in het geel. Ik ben ondertussen gelijk ook naar de andere doos gegaan hoor. Want Matelot. Die is ook misschien wel leuk voor te macrameën. Want deze draad die splitst ook. Ja. Dus kan je leuk van die kwastjes mee doen. Kijk. We hebben nu ook grote kralen voor te macrameën. En we ook nog niet laten aan de mensen. Ja, we hebben hartstikke wel leuke nieuwe dingen. We hebben gewoon geen tijd om het allemaal te delen en online te kijken. Dus kom gezellig naar de winkel, zou ik zeggen. Dit is een nieuwe kleur bonbon. Ook weer het leuke groene. En we zijn er vandaag tussen 9 en 1. En morgen weer tussen 9 en 12. En dan maandag weer. Eigenlijk elke dag van 9 tot 1. Boven zaterdag van 9 tot 12. De zondag dicht. Dit is een weer mooie lila van de Veel Rainbow.
En dan ben ik denk ik wel een beetje bijna op het einde. Dit zijn weer perlé. Het is echt een goudkleur. Een lekkere oranje kleur. Dit is weer die Berlingo, dat is weer die nieuwe. Die heb je dus ook leuk in het roze. Heel leuk om natuurlijk ook te combineren in een haakwerk. Bijvoorbeeld voor een knuffeltje. Stel je zou bijvoorbeeld een truitje, leuk voor de Pasen. Ja, leuk iets met Pasen. Dit is weer een nieuwe kleur, prima. Nou, dan hebben jullie in ieder geval wel een beetje een beeld. Welke, dit is weer een lichtgrijze kleur katoen. En ik weet ook niet of dit al alles is hoor. Misschien krijgen we nog meer binnen. Maar gisteren was zo'n grote vracht. Ik dacht nou, die gaan we even door. Kijk. Lief hè. Ook allemaal van die zachte roze kleurtjes. Dus dit is even in een De vraag van iemand over de filterdagen. Maar die komen er wel ja, aan. Ja, filterdagen komen er aan. Ik weet alleen niet uit mijn hoofd wanneer. Maar dat maken we sowieso bekend via de social media of via de nieuwsbrief. Dus mocht je nog geen lid zijn van de nieuwsbrief, abonneer je daar dan op. Er komen altijd ook leuke acties en nieuwtjes in voorbij. En dan komt iemand volgende week donderdag. En dan hoop ik dat zal alles in de winkelen. Zal ik anders even snel het nieuwe boek laten zien? Dan moet je even staan aan de boekentafel. Ja. Gaan, want het eerste filterboek. Ja, we zijn helemaal hyper de piep. Dit is de dameskant, hè? En dit is de kinderkant. 208. Dit is het nieuwe damesboek van Filder al. Ik zal hem even met jullie doorgaan. Die is ook echt vers van de pers binnen. Kijk, en hier zie je dus ook weer al die mooie, leuke nieuwe kleurtjes die gebruikt worden. Kijk, hoe leuk. Ja, deze gaan we ook heel snel proberen allemaal online te krijgen. Leuk hè, dit vestje ook. Dit is van die Pima, ook een nieuwe kleur. Heel zacht is die ook hè. Ja, dit is Tutti Frutti, een hele nieuwe draad. Veel green. Zo, dit is een Berlingo, die is nieuw met dat spray die ik net liet zien. Leuke spray. Dus ja, dit is echt een hartstikke goed nieuws voor alle filler fans. Ja. Kijk, de Tropico. En de streepjes houden. Ja, van inspiratie. Tutti Frutti, nieuw boek. Ook een heel leuk flesje. Een trui. Echt heel leuk. Dit is ja, boek nummer 208. Dus het eerste boek dat wij nu binnen hebben. We gaan ook nog een babyboek en kinderboek uitbrengen. Maar ja, die zijn er nog niet. Dit is ook heel leuk met die roosjes erop. Ja. Ook een leuke met het kraagje zo. Dat zie je ook wel voor de winkel steeds. Die zo met dat kraagje. Ja, van de rustiek. Nou, dat is echt bordevol inspiratie. Dus je hoeft je van de zomer echt niet te vervelen eigenlijk. Nee. Ik ben met een sjaal bezig voor de winter. Maar ja, het is niet echt koud. Dus ik denk steeds van weer naar achter. Oh, hier heb je een overzicht van alle nieuwe kleuren. Ja, van alle kleuren en de bollen. Dat die dan fijn in zitten. Ja. Hier kan je ook zien hoeveel kleuren katoen er zijn. Hè? Ja. Althans, dat is wel, eigenlijk wel fijn dat ze dat er nou ook in doen. Ja. Dan kan je al thuis je eigen voor oriënteren. Of als je voor iemand moet rijden, dan kun je al wel overleggen. Met wat voor kleur je wil. Ja. Dat is wel fijn dat ze dat erin gedaan hebben. Nou, die heb ik dus ook al snel laten zien. Boek 208. Nou, wij hoeven ons niet te vervelen. We gaan lekker de bollen uitpakken en zo snel mogelijk ook online proberen te gooien. En dan hopen we jullie weer te zien in de winkel. Doeg! Doeg.